Hier, dat zijn wij. Ja, Thomas, het is duidelijk dat uw val niet straf genoeg is voor een trui van Manfort, hè. Ja man, ik heb nog mijn best gedaan, hè. Schaaf om. Ik weet niet wat ik nog meer moest doen, hè. Zo, ik pees als we in terecht willen, hè. Wel, we straffen moeten nu, pees ik. Allee, ja. Zo, ja. Misschien moeten we ons laten verrijden door een auto. Door een Fransman dan, of wat? Nee, wat denkt anders van onze eigen volgwagen? Maar, allee, even serieus. Uw eigen volgwagen, u laat me overeind, dat is te rover. Kan niet. Maar nee, dat is te rover. Hé jongens, we doen dat gewoon. Lisa! Oh, geen probleem, ik wil er toch al heel de week een keer omver rijden. Maar waar gaan we dat doen? Dat is Arne, we zijn een blauwe Skoda. Oh, wie is Arne? Is dat niet de ene met zijn snel Hollands lief? Is dat hem niet? Ja, dat is juist. Die rijden met een Skoda. Maar is dat een Skoda? Daar hoef ik niet zijn. Maar ja, dat is toch een Skoda, daar hangen allemaal van die blauwe plakkers op. Allee, we weten dat het een Skoda racer is. Waar gaan we dat doen? 20 keer. We doen dat hier in de afdaling van de Grand Ballon. Voilà. Ik denk dat ons plan perfect is. De trui is van ons. Goedemorgen. Het is de eerste keer dat we zo'n goed weer hebben om te vertrekken. Een paar moeilijke kooltjes, maar geen echte lange rit. Het zal heel, heel plezant worden. Alors, l'étape d'aujourd'hui, donc on est au cinquième jour. On a 120 km. Il y a 4 cols, dont le col du ballon. Donc la tactique du jour, c'est arriver au bout. Profiter un peu du soleil et puis surtout passer le cap du ballon. Wat gaat dat vandaag over een grote ballon moeten? Dat schrik mij niet af, zijn. Zo'n grote ballon. Benen voelen veel beter dan gisteren. Dus ga iedereen voorbij fietsen. Het weer ziet er goed uit vandaag. Dus gisteren was het een beetje regen. Maar vandaag wordt een mooie dag. Toch nog wel moe. Het was een lange nacht gisteren. Spill of the bikers in the morning. Lopen hier dwars door de keuken met hun fiets? Ja, we gaan de berg beklimmen, hè. Zoals gisteren. Hè. Gisteren was ik wel positief om te starten, maar ik dacht, haal ik het wel? Maar ik heb plots de kracht in de benen gevonden en kom mee met een ander groepje, een ander treintje. En ja, het heeft me gelukt. Koekjes. Jan gemaakt en een Koen. Ik weet niet van wie dat deze gemaakt heeft. Krachtvoer heb. Nee, vandaag is echt de Grand Ballon. We hebben nog een eitje mee te pellen. Goh, de Col de Sesse was een lelijke vrouw. Want de munt dat erop zit, valt er nog mee. Het zou moeten lukken vandaag en het is een redelijk sabaretje, denk ik. 3 sterren. Zelfs ik zou de rit vandaag makkelijk kunnen uitrijden. Ja, 's morgens is het een beetje een hekse ketel. Moeten we zien dat we allemaal klaar geraken om op tijd aan de start te zijn, op de tijd aan het eerste punt te zijn. De benen nog een beetje sparen voor de Ardennen, maar ik denk dat ik nog genoeg overschot heb voor de rest van de week. Kijk, als die mensen daar in die gebieden ook geen tentje, niks hebben, hè, wij fietsen nog, hè, we warmen ons op, maar die mensen zitten daar in de kou soms, dat moet nog veel erger zijn. En dat gaf mij een beetje moed om te zeggen, kijk, ja, we gaan er ook voor. Het is uiteindelijk nog één zaak dat we missen, een goede berenboot. Dat is zo speciaal. Er zijn wel frietjes bij, we kijken er naar uit, maar dat is pas voor binnen 4 dagen. Oh ja, dat is de wortel. Dat is de wortel die voor onze neus hangt.
you do it, bouncing to it. Yeah, you better show me how you. Yeah, you better show, bounce, bounce, bounce. In de Grammelo. Grammelo! Hier kom ik minder! Hier gaan we het doen. Ja, Lisa, even maar vast, jong. Maar gasten, als we nu die intro niet krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Zin, hè?